Joringen, het is dat wel weer vandaag met een nieuwe commentary. Jawel, de commentary is dat je gewend bent. Gameplay, een actievolle gameplay, beter gezegd. Met facecam, alles erop en eraan. Dus voilà, we zijn terug. Nu, ik ga eerst even een gameplay inleiden, maar het is een gameplay. Ja, ik moet mij even excuseren, maar de maps die ken ik nog niet van buiten. Maar dat komt wel in orde. Hè. Hoe meer dat je dat speelt, hoe beter dat je dat gaat kennen. Allee, ik let eigenlijk nooit op die maps van die. Allee, de namen van die maps, beter gezegd. Dus voilà, dat komt wel in orde. Maar eerst en vooral actievolle gameplay. Ik denk dat ik hier 95 kills al. Allee, ik denk, ik ben er zelfs zeker van, want ik heb die postings en de gameplay aan het laten zien. Dus 95 kills en ik denk in de 20 deaths. Ik ben niet zeker, anders moet ik even naar mijn Facebookpagina gaan. Ik had de foto van de, allee, van het scorebord nog even erop gezet voordat ik hem, allee, de gameplay commentary ging maken. Dus voilà, moest je dat nog niet hebben gedaan, zeker even die Facebookpagina checken en ja, dan zullen we wel zien. Dus eerst en vooral, waarover gaat het vandaag in de video? Allee, waarover ga ik het hebben? Dat is eigenlijk de competitieve kant van Call of Duty Advanced Warfare. Dus je weet het, ik heb zo over het laatste artikel gezien van Nadeshot. En allee, hij begint meer en meer, het game begint meer en meer in de spotlights, zeg ik maar, te komen. Vooral ook met Nadeshot daar, dat artikel, dat interview, de $1 million gaming kit. Ik weet niet hoe dat ze hem noemen, maar ik denk zelfs dat hij meer verdient. Door YouTube, sponsoring en zo, maar allee. $1 million. Dus voilà, dat is nice, hè? De competitieve kant van Advanced Warfare. Nu, persoonlijk voor mij vind ik het competitief ook veel leuker, want sinds kort, ja, zijn we aan het teamen met. Allee, voorlopig zet de Yuri, de Renzo, dus Psycho, Omnium en aan de Reverse, de Matthew. En dat loopt allemaal goed. Ik vind dat allemaal veel plezanter dan die online matchen. Waarom? In competitive, ja, je pakt perks zoals die in fast hands, dan kun je lopen, sprinten, weet ik veel. Maar dat zijn bepaalde dingen dat je online in public matches bijvoorbeeld niet zou pakken, omdat je dan al in nadeel bent. Nu bijvoorbeeld die in fast hands, ik zou dan online niet pakken. Waarom? Omdat ik peripherals pak, of peripherals, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, maar gewoon dat je minimap groter is, dat ga ik ook in al mijn gameplay zien. Gewoon, ik vind het handig omdat ik ene ben, ik kijk nogal heel, heel vaak naar de minimaps. Maar ja, oké, dat is dan punt 1. Nu, punt 2, je doet gewoon veel meer ervaring op. Je aim wordt beter, je callouts worden beter, je mapkennis wordt beter, rotatie wordt beter. Allee, ik kan zo blijven voortgaan, gewoon, je begrijpt het spel veel beter. En even tussendoor, mannen, deze... killstreak, ja, ik weet niet, ik denk dat ik twee keer care package heb, maar deze killstreak vond ik eigenlijk echt wel raar. Waarom? Ja, je zit zo in een vliegtuig en je hebt de ene keer een goeie... Oh, deze is OP, hè, mannen, zie je nou dat scherm? Allee, dat is zo prr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 
Dus voilà, mannen, die killstreak is hersteld. Hier ben ik weer. Nu, het tweede onderwerp waarover ik wil praten is eigenlijk ja, de kerstvakantie binnenkort. Hè. En ik denk voor jullie dat jullie maandag, als ik het goed heb, al examens hebben. Ik weet niet, laat het snel in de comments. En anders volgende week of ergens in die week al examens hebben. Dus allemaal goed, hè. Veel succes, dat gaat wel lukken. Gewoon goed studeren, dan komt dat wel in orde. Allee, ik kan te weten, in het middelbaar heb ik nooit moeten blijven zitten of zo. Gewoon even je best doen als het moet en dan komt dat wel in orde. Nu in de kerstvakantie, ja, voor mij ga ik een beetje ja, minder actief zijn. Voor, even voor dat te bewegen. Ga ik een beetje minder actief zijn. Gewoon ja, puur om het fact. Om het feit, beter gezegd, dat ik examens heb. Dus ik heb dan examens, ik moet dan gaan leren. En ja, dan komt dat ook allemaal in orde en dan zien we wel. Maar alleen nu niet om te zeggen dat ik niks ga uploaden, man. Sowieso, hè, nog een beetje gamen, een beetje commentaries maken en dan komt dat wel in orde. Nu, wat wil ik nog als laatste zeggen? Ik wil eigenlijk ja, GTA hierop doen, maar ik weet niet in welke vorm. Misschien stuntmontages of gewoon random gameplay of funny moments, ik weet het niet. Ik ben zo nog wel aan het zoeken. Ik wil ook vragen aan jullie wat dat jullie willen zien. Ik heb een paar comments gezien, hè, maar nu GTA-wise. Nu, als je nog ideeën hebt van spelletjes, dan zal ik dat wel gaan halen. Doe ik er een commentaar of een gameplay montage, weet ik veel wat je kent mijn kanaal. En dan zien we wel, dan komt dat allemaal in orde. Nu, voilà, mannen, deze was de commentary voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten. Laat dan alvast een duimpje omhoog achterrijden. Blauw, blauw beter gezegd. Hè. En subscribe zeker voor meer, want binnenkort komt er meer content in. Plan ook een montage van Advanced Warfare. Ik heb al een aantal clips hier gehad op mijn computer. Dus dat komt er ook nog allemaal aan. En voor de rest, ja, je kent mijn outro. Hè. Deze was de Bos. En tot de volgende keer. Ciao. Mario Wink was gefailed. Even opnieuw. Voilà.